De Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan was gisteravond op de ambassade gastheer van zijn zogenoemde Election Night Watch Party. Naast de pers waren ook vertegenwoordigd collega-ambassadeurs, Surinaamse politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Volgens Nolan is het gebruik dat alle Amerikaanse ambassades op de verkiezingsdag samen met de lokale gemeenschap kijken naar de verkiezingsuitslag. Voor de uitverkiezing van Donald Trump tot de 45ste president van de Verenigde Staten zei Nolan dat ongeacht wie president wordt, dit de relatie met Suriname niet zal veranderen. With Suriname, I think either one of the candidates will be consistent in terms of the policies we follow with Suriname. We'll be trying to support rule of law here, good governance, economic development. We're also working on projects like HIV/AIDS reduction. We'll want to be doing more with you in the future on environmental issues. And I just don't see any significant change there, depending on the outcome of this election. Veel van de aanwezigen op de ambassade gaven Hillary Clinton de beste kansen om gekozen te worden tot president van de Verenigde Staten. Zo ook communicatievrouw Karin Revos. Ze heeft met haar, ook zij, campagne getracht meer vrouwen in de politiek te krijgen. Clinton als de eerste vrouwelijke Amerikaanse president zou niet alleen Suriname, maar de hele wereld inspireren. Naar alle jonge vrouwen en meisjes, maar ook naar mannen, dat het kan en dat het mogelijk is. En ik denk dat daarom alleen al, los van het feit dat ik vind dat ze met kop en schouders boven Trump staat, omdat ze inhoudelijk gewoon veel meer te melden heeft, denk ik dat we op die manier ernaar moeten kijken. Ze heeft zich altijd ingezet voor vrouwen en kinderen en voor families. Ze heeft er een boek over geschreven. Ze was heel vaak de eerste dit, de eerste dat. Ze was altijd in haar hele carrière die je leest, was ze de eerste om baanbrekend werk te verrichten. Dus ik hoop ook dat ze op dit stuk vandaag de eerste zal zijn als eerste vrouw voor de Verenigde Staten. En daarmee ook het voorbeeld voor zoveel meer vrouwen in de hele wereld. We hebben natuurlijk ook bij onze voorzitter van het parlement, je ziet ook, hè, al die hoge functies die we ook in Suriname nu krijgen, waar vrouwen toebedeeld zijn. En ik vind het fantastisch dat het kan en dat ze een geweldige job doen. Maar natuurlijk krijg je zo een president van de United States of America die vrouw is, dan betekent het heel veel voor de rest van de wereld, met name voor vrouwen en meisjes. Communicatievrouw Karin Revos, we spraken haar gisteravond op de Amerikaanse ambassade tijdens de Election Night Watch Party. Donald Trump won overtuigend de verkiezingen. Hij wordt op 22 januari 2017 ingezworen als de 45ste president van de Verenigde Staten.